Onlangs verscheen er een rapport van de Gezondheidsinspectie waarin enkele harde noten worden gekraakt over de jeugdzorg die wordt verleend en georganiseerd door gemeenten. Onder meer is in het rapport te lezen dat bepaalde taken overgeheveld moeten worden van gemeenten naar een jeugdzorgregio. Wethouder jeugdzorg Leon Meijer heeft dit rapport ook gelezen, maar heeft behoorlijk wat puntjes van feedback op dit rapport. Dat is wel een pittig rapport om te lezen. Eigenlijk zegt dat rapport, kwetsbare kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. En dat ligt aan verschillende partijen in de keten. Het gaat dan over wat zij noemen de meest kwetsbare kinderen. Kinderen die uit huis gehaald worden vanwege de veiligheid thuis en elders gebracht moeten worden. Daar betrokken is Veilig Thuis, jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en uiteindelijk ook de gemeente, omdat wij de zorg betalen voor deze kinderen. Nou, wat het rapport concludeert is dat onderzoeken van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdbescherming af en toe weer overnieuw worden gedaan. Dus de raad vindt het rapport niet goed genoeg of zeggen nee, wij moeten onafhankelijk onderzoek doen. Dus dan wordt een onderzoek wat de Veilig Thuis al gedaan heeft of wat de gecertificeerde, wat de jeugdbescherming al gedaan heeft, opnieuw gedaan. En dat kost allemaal tijd. Dus soms ben je na een eerste melding dat het niet goed gaat in een gezin, 6 maanden verder, voor er uiteindelijk ingegrepen wordt en het kind uit huis gehaald wordt. Nou, dat verergert de situatie, dus dat wil je niet. Dat is een van de kritiekpunten. De inspectie zegt ook dat de gemeenten daar ook een rol in hebben. De gemeenten soms niet de juiste zorg hebben ingekocht of niet meewerken met deze instellingen, waardoor de zorg nog langer kan duren. Dat is in het kort de conclusie van het rapport. U als gemeente heeft daar vast een reactie op? Ja, er moet zo snel wat aan gebeuren, want wat je niet wil, dat deze meest kwetsbare kinderen op wachtlijsten terechtkomen of dat een onveilige situatie langer duurt dan nodig is. Dus daar moeten we met z'n allen keihard aan werken. En als we naar onszelf kijken, zeggen we, wij moeten heel goed samenwerken met de jeugdbescherming. Onze kritiek op het rapport was, wij zijn helemaal niet gehoord. Dus er wordt gezegd over de gemeente dat de gemeenten niet goed doen. Prima, maar vertel me dan A, wat we niet goed doen en B, welke gemeente het niet goed doet. Want heel veel gemeenten doen het wel goed. Dus ik heb eigenlijk gelijk na het rapport, ik had het woensdag al ontvangen. Ik heb vrijdag gesproken met directeur Jeugdbescherming Gelderland. Van joh, ik kijk naar dit rapport en doen we het nou echt zo slecht? Waarop hij zegt nee, ik zie ook dat er dubbelwerk is. Ik zie dat er wachtlijsten zijn. Maar mijn samenwerking met jullie als gemeente gaat heel erg goed. Er worden ook in Ede fouten gemaakt, maar we zijn heel erg op de goede weg. Dan zeg ik eigenlijk tegen de inspectie in het Rijk, vertel dan waar het misgaat. Want dan kun je die gemeente, wij als wethouders willen goede jeugdzorg leveren. Dus als we fouten maken, willen we er ook op aangesproken worden, zodat we kunnen verbeteren. En ik weet dat er in verschillende regio's in Nederland zijn waar het slechter loopt qua samenwerking. Maar laten we ons dan daarop richten en zorgen dat daar die samenwerking goed gaat verlopen. Als er geen kind in Ede uit huis gehaald moet worden vanwege de veiligheid, zou het goed gaan in Ede. Maar ook in Ede moeten wij soms optreden en kunnen kinderen niet thuis wonen. Dat heeft soms met veiligheid te maken, dat heeft soms met de ontwikkeling van het kind te maken. Elke ouder en elk kind wil het liefst thuis wonen. En als samenleving moeten we ervoor zorgen dat we dat zoveel mogelijk laten gebeuren. En als een gezin eens een keer wat hulp nodig heeft of een kind moet zich even uitlogeren, dan hoop ik dat er Edenaren zijn die zeggen, kom maar bij mij, ik heb wat ruimte in mijn huis, kun je een weekendje logeren, hebben papa en mama even rust. Als we zo voor elkaar op kunnen komen, dan wil ik wel zeggen, het gaat goed in Ede. Heel veel werk, maar ook uitdagend werk, ook heel mooi werk. En het is werken voor de toekomst van Ede, dus daar zitten we onze schouders onder.